En dat is dus, ik denk ook waarom ik bijvoorbeeld een slappe piemel heel aantrekkelijk vind. Daar heb ik laatst een soort van een link aan gelegd, omdat mannen zich daar vaak voor schamen. En op de een of andere manier vind ik dan die onderdanigheid, want dat is het eigenlijk als je een beetje schaamt, vind ik heel aantrekkelijk. Spuiten en slikken, de podcast voor je wekelijkse portie seks en drugs. Mensen, ik zit hier met Ralf. Diva en ik ben Roos en wij gaan het vandaag hebben over fetishen. Yeah. Dus als jij wil weten wat eigenlijk een fetish precies is, uh, of jij er een hebt of wat die van Diva is, dan uh, moet je blijven luisteren. Zijn er nog nieuwtjes? Uh, ik had toch uh, gezegd ooit dat ik, uh, hoe ik mijn kaartjes bestrijd met ibuprofen en paracetamol. Ja, dat ook ja. niet heel gezond. En toen kreeg ik allemaal berichtjes van uh, wijsneuzen die zeiden... Nee, geen wijsneuzen. <laughs> Hele lieve mensen die zeiden, nee je mag geen paracetamol, ibuprofen is heel slecht voor je lever. Maar ook alleen paracetamol al? Ja, ja vol, volgens mij vooral paracetamol. Dus ik heb weer een sick nieuwe gadget oh. uh, gekocht. Het <laughs> is dus een soort masker. En voordat je hem opzet, doe je hem even in de koelkast. Oh. En dan is hij, is hij fucking koud. En dan word je wakker en dan pak je dat ding in de koelkast, zet je hem op je hoofd. En dan voel je gewoon je hele hoofd zo ontspannen en zwaar worden en koud worden. Want het is altijd een beetje warm toch? Als je een maar doe je dat s'avonds of ochtends als, als je wakker wordt? Ochtends als je wakker wordt. En dan, en dan kan je gewoon weer doorslapen. Dat is ook niet goed, toch? Dat Als je met zo'n bevroren ijsklont op je hoofd dat gaat is niet verder befloren, slapen. Het ligt in de koelkast. Oh! Heel, erg goed. Maar zit zo... er een soort gel in? Het is, is zo'n coolpack. <laughs> maar heb jij zoveel last van katers dat je? Ik telkens op zoek moet naar een nieuw remedie. Eigenlijk wel, ja. Dat is wel een Alles is. om te ontkennen wat de oorzaak is van die kater. Is het die 20 bier? Nee. Wat, wat kan ik daaraan doen? Ik doe een bevroren bivakmuts op mijn hoofd. Prima, is goed. Ik kan niet wachten op de volgende DM's die zeggen dat dit uh, ook niet helemaal goed is. Ja, kom dan. Ja, Kraak dit ook af dan, ik, ik zet het ding niet meer af. Oké, okay, dankjewel voor you je update in je katerverhaal. Yeah. Laten we beginnen bij de definitie van een fetish. Bij een fetish raak je opgewonden van niet-standaard lichaamsdelen, maar dat wordt ook wel eens omschreven als niet-genitale lichaamsdelen, objecten of handelingen. Denk aan voeten, leer, latex, natte kleding, dominantie of uh, heel onderdanig willen zijn. Maar er zit een cruciaal ding in. Een fetish is iets wat de persoon nodig heeft om geil te worden. Oh. Ja, en dat wordt vaak vergeten. Dus het wordt vaak door de war gehaald met een kink. Dus stel je hebt een voetfetish, dan zonder voeten zou je echt niet even goed of helemaal niet aan je trekken kunnen komen. Ja, oké. Okay, okay. En een kink is dus iets wat je ook geil kan vinden, maar niet per se nodig hebt. Precies. Als je een kink hebt, dan vind je dingen leuk die buiten de zaakjes standaard seks vallen. Dat kan ook zijn spelen met handboeien, seksspeeltjes, blinddoeken. Iets wat je gewoon heel geil vindt, maar je hebt het niet per se nodig. Dus okay. als jij af en toe leuk vindt om iemand vast te binden, dan is dat een kink. Maar als jij geen seks kan hebben zonder iemand vast te binden, is het een fetish. Klopt wat je zegt. Uh, het kan ook zijn dat het in je hoofd gebeurt. Dus stel je hebt wel seks, maar je denkt wel aan ondertussen word ik vastgebonden... Dan kan het ook een fetish van je zijn. Want dan betrek je dus gewoon altijd bij seks. Oh. Ja, dan zit je stiekem gewoon hele fantasie aan het afspelen bent. Terwijl je gewoon. Uh, met precies. Iemand seks Precies. Misschien ja, okay. heeft je partner of, of iemand met wie je seks hebt. Dat wel zonder dat je het door hebt. Ja, fuck. Nieuwe onzekerheid unlocked. Ja, dat je niet weet wat iemand. Maar ja, je weet sowieso nooit wat iemand, iemand met je doet in je hoofd, toch? Ik denk altijd aan iemand anders. Ja, precies. Ja. <laughs> mijn fetish is mijn ex. Ik ga nu, <laughs> ik ga nu elke sekssessie vragen. Waar denk je aan? Maar wat zijn, denken jullie, de. De meest voorkomende fetishen voeten wasbinden nou Raf, dan mag jij de volgende oké okay, leuk ja uh, subdom denk ik jullie hebben het eigenlijk al echt ik moet erbij zeggen echt de bronnen lopen heel erg uiteen ik denk dat, ik, dat hier onderzoek naar doen best ingewikkeld is maar op nummer 1 zien we vaak bdsm dus dat is eigenlijk een machtspel dat is onderdanig zijn submissief zijn ik ga daar straks meer over uitleggen hmm. okay. uh, op nummer 2 staat voetfetish en op nummer drie staat latex, leer of rubber. En ik moet zeggen dat voetvet is bij de mannen op nummer 1 staat. Lijp toch? Hoeveel mannen denk je hebben een voetvet fetish? Hoeveel procent van de mannen? Nou ja, dan zal het wel veel zijn. 20 procent? Ja, 20 tot 30 procent. Wow. Ja, dat is best veel, toch? Zoveel mensen hebben het. Maar daardoor lijkt het alsof, alsof er het grootste taboe op ligt. Omdat het heel makkelijk is om belachelijk te maken. Ik heb dus een een account gehad. Oh ja. <laughs> omdat. Ik gewoon benieuwd was wel benieuwd wat Daar had ik ook een keer aan gedacht, ja. Ja, en er, er is zo'n grote community voor. En de ja. ene persoon zei: heb je dikke zolen? De ander zei: hoe kort geknipt zijn je nagels? De ander wilde het heel vies, namelijk gewoon met modder op, op je voeten. En de ander heel schoon. Nou goed, zo zijn er uh, allerlei soorten. En ja. er zijn ook hele fettesje die veel onbekender zijn. Dus ik zal wat onbekendere fettesje noemen: Oeh. Uh, de eerste is meganofilie. En dat is een seksuele aantrekkingskracht op machines, dus een, een, een John auto, Deer. Een, een hoe? Een John Deere. Wat is dat? Dat is een tractor. Ja, dat bijvoorbeeld. Oh. En wat ze dan dus ook kunnen doen, is een piemel in een uitlaat steken. Oh! Wow. Ja. Ik ik heb een keer gezien dat iemand uh, met zijn anus op een trekhaak ging zitten. Dat kan natuurlijk heel goed, ja. Dan heb je dendrofilie. En dat is iemand die opgewonden raakt van bomen. Dus misschien heb je dat wel eens gezien. Ik heb vroeger wel eens een filmpje gezien van iemand die zei: ik kan ook echt klaarkomen van een boom knuffelen. Wow. Even tegen aanrijden. Ja, hoe chill. Maar dat moet je wel even in je achtertuin doen, denk ik. Maar... Ja, het lijkt me moeilijk om dan jezelf te bedwingen. Er zijn heel veel bomen. Ja. Of, of heb je dan, denk je, ook een uh, favoriete soort boom? Dat je dat dan. denk, denk ik, van, wow, ik wel. Dit zijn lekkere bomen. Wat, wat zou jullie favoriete boom zijn? Een dikke eik of zo. <laughs> ik wist dat je wow. dat ging zeggen. <laughs> ik vind de dennenboom wel iets hebben. Ja. Ja. Iets zo stekelig. Ja, een klein Mooi. struikje. Dat kan ook. Een eh uh, De <laughs> laatste is. klima sophili klima -cofili. En dat is iemand die zich. Aangetrokken voelt tot mensen die van trappen vallen. Dit is echt een ding. Ja, en om aan te tonen dit is dat. Geen het... ding. Dit, is, ja, dit echt is echt een, een ding. ding. Ja, maar dat is dus de grap. Er zijn zoveel soorten vetessen. En dan denk je: oké, okay, iemand verzint dit misschien. Maar dat is net zoals mensen zoveel soorten muziek mooi vinden of eten lekker vinden. En dat is hetzelfde met aantrekkingskracht. Je kan gewoon op zoveel, op scheten, op, op natte kleding, er is zoveel. Maar dit bestaat dus echt. Ja, meerdere websites die het erover hadden. Maar goed, ik, ik kan het uh, wow. niet eerstehands bevestigen. Oh, okay, dat vind ah, ik wel goed. interessant. Ja, okay. Maar ik ben heel benieuwd naar jullie fetish. Ja, dus dacht dus, ik dus al laten je dat we dat door. Ja, ja. We gaan eerst door naar de eerste stelling: vanilla sex is saai. vanilla sex of vanille sex, Dat is een term die je gebruikt voor normale seks. Nou, wat is normaal, missionaris? Nou, ja, gewoon wat wordt gewoon, gezien maar. als de standaard seks? Ja, wat ja. wordt gezien als de standaard seks zonder iets. Noemenswaardig anders. Toeters, bellen, speeltjes. Er zijn geen toeters en bellen betrokken bij de seks. Als <laughs> dus geen toetervet is of iets. Het is gewoon standaard seks. Ja, dat. Als jij echt gevoelens hebt voor iemand en echt verliefd bent. Dan vind ik dat juist chiller om te hebben. Omdat je dan gewoon echt samen bent. En ja. die connectie soort van viert. Je bent echt een soort heilige, hè jij? Nee, ik ben, ik ben gewoon... Passievol. Ja, ik snap wel wat je zegt. Je bent juist heel erg met elkaar verbonden. Ja. Omdat je niet afgeleid raakt door iets anders. Ja. Gewoon lieve seks. Love it. En jij ook? Ik heb eigenlijk alleen oh. maar uh, vanilla seks. Echt oh, ja, wel. ja, echt. En mij is het super saai. Nee, maar. <laughs> en heel saai, ja. Ja, sorry. Ik, ik, ik wist dat we hierover gingen praten. Uh, ik heb echt bij mezelf nagedacht, maar ik heb gewoon geen. Gekke vet is. Ik vind het allemaal afleiden en ik, ik hoef het helemaal niet. Ja, sorry. ja, als je het vindt afleiden, is het denk ik ook niet een vet is. Nee. Kijk, eh, misschien stel ik me niet genoeg open. Dat kan ook, dat ik het gewoon niet, uh, niet durf of niet, uh, nog allemaal niet heb uitgeprobeerd en dat ik. Uh... Over een paar jaar een of andere seksuele revolutie krijg. en uh, helemaal gek ga. Ik hoop het, maar uh, ja, nu heb ik dat uh, gewoon nog niet. Ik denk dat daar misschien ook de juiste persoon voor nodig is. Dus iemand ja. die je wereld helemaal opent. Uh, op een bepaald vlak. en dat je oh. daar dan helemaal induikt. En ik vind vanilla seks nu ook uh, gewoon nog veel te leuk. Stelling 2. Iedereen heeft stiekem en fetish. Bij mij is het echt persoonsgericht. Zeg maar wat de ene doet, dat is denk ik misschien. Bij de ander hoeft dat niet te proberen. Snap je wat ik bedoel? Misschien vind je het mm -hmm. bij één persoon juist wel fijn om gechoked te worden. Maar dan heb je weer seks met een ander en dan denk je van... Nee, bij jou voel ik dit niet. Ah, dus dat het per partner verschilt. Ja. Terwijl eigenlijk bij een fetish is juist de definitie dat je niet seks kan hebben zonder. Dus ja. dan zou iemand altijd dominant zijn of altijd ja. voeten erbij betrekken. Um, maar er is wel onderzoek naar gedaan... Die verschillen, surprise, weer mm -hmm. allemaal een beetje, maar ongeveer 30% van de mensen zou een fetish hebben. Wow. Ja, en de meest voorkomende bij mannen is dus voeten. Die aflevering staat nu online. Die oh. is afgelopen zondag online gekomen, dus die oh, kan well. je op ons YouTube kanaal bekijken. Kijken. Echt Bas, I, I love him. Dus ja, echt, echt een geweldig. hele goede, fijne gast die het ja. heel goed verteld. Ja. Dus uh, die zou ik zeker aanraden om te Ik begon te het helemaal te begrijpen. Hij ah, ja. was heel eerlijk, toch? Heel erg, ja. Ja, ja, ja een klein tipje van de sluier is dat ik merkte in mijn voorgesprek, want ik bereid uh, de aflevering voor en Ralf die doet de interviews, mm. en dat wij, Ralf en ik hadden allebei hetzelfde, dat we telkens maar doorbleven vragen van, wat vind je er nou zo geil aan? Zeiden, ja, oh ja, de voet. Ja, oké, okay, maar wat? Ja, de, ja, de vreef of, of de tenen. Oké, okay, maar waarom is dat geil? En toen draaide hij het om, toen zeiden ja, maar wat vind jij geil aan een piemel? zei ja, dikke stok. Ik zei, oké, okay, maar, maar wat vind je daar geil aan? Ze ik zei, ja, geen idee. Ja, waarom vind je dat geld Geen idee. Toen zei, ja, mensen vragen mij altijd, maar hij, hij weet het zelf ook niet. Ja. En dat is denk ik wel gewoon. Dat is onderliggend voor heel veel fetish of kings. Van je weet het zelf ook niet. Nee. Dan moet je het altijd gaan uitleggen. Ja, weet ik veel. Van geld. Ja, en, en wat vervelend is, is dat veel mensen het dan vaak gaan zoeken in een soort. Uh, uh, afwijkingen uh, in de jeugd. Bijvoorbeeld van, oh, je bent uh, vro vroeger vast, uh, oh, ja. weet ik veel, uh, gepest om iets. Of, of er, er is in je opvoeding iets gebeurd waardoor je... trauma's. Iets... Ja, maar dat, uh, dat hoeft helemaal niet. Het kan nee. ook gewoon uh, in je zitten of gewoon een voorkeur zijn. Nee, het komt niet uit trauma's. Het feit is, ze kunnen heel jong ontstaan. Dus bijvoorbeeld ik heb iemand een keer gesproken die, um, die wordt opgewonden van opblaasartikelen en PVC-materiaal. En dat begon dan in het zwembad op zo'n opblaasorka. En als je dan... Toevallig je piemel begint te ontwikkelen en je geil begint te worden en je ligt op die orka. En dan linkt je hersenen dat aan elkaar. Waardoor je dan die fetish kan krijgen. Dus ah, vaak kan het ah, wel ja. ontstaan op die leeftijd, maar ook lang niet altijd. Ja. Ja. Nou, en nu kunnen we er niet meer omheen. Want wij hebben dus allemaal de BDSM kink-test gedaan. Dat is een, uh, een speciale test. Ik zal hem ook in de beschrijving van de YouTube video zetten. Daarmee kan je erachter komen hoeveel procent je van wat soort is of kink je bent. Uh, dus dat gaat over dingen. Ja, voornamelijk BDSM. Dus dat is een verzamelnaam voor alles wat met bondage, discipline, sadomasochisme te maken heeft. Uh, dat is eigenlijk ongelijkheid in macht, waarbij dus de ene dominant is en de ander onderdanig. En het gaat echt lang niet altijd om iemand pijn doen. En er staat nog meer dingen in, dus uh, over of je een furry bent uh, of je van. Touwenhout, bondage. Hij ah, was echt heel leuk om te doen. Ja? Ja, ik vond de uitslag leuk, want je krijgt dus zeg maar allemaal termen. Het zijn er echt heel veel, zijn het zijn er nou twintig of zo. Waar ik, waar ik ook nog nooit van had gehoord. En er staat een ja. percentage bij. Jij bent zoveel procent. Ja, ook, um, sowieso, als je dit luistert, zou ik ook uh, deze test gewoon doen. Het is best wel leuk. Heel leerzaam. Ja, oké, okay, Ralf, laten we dan met jou go, beginnen. Ralf, ik go, verwacht Ralf, dat okay. vanilla bij jou best wel hoog zit. Maar ja, de grap is dat er natuurlijk twee dingen ook in die top drie zitten. Um, ik denk dat jij best dominant bent eerder dan submissief. Nou, ja, ik denk dat je misschien ook wel een beetje sadistisch bent. Want uh. hij vraagt op de meest random momenten: mag ik je in je buik stoppen? Dat is waar. Maar jongens, Ralf uh, is een bokser, Dus een soort van verklaarbaar. Ja, oké, okay, dus niet dat ik zomaar mensen ga slaan, uh, bedoel je. Nee. nee. Nou, dat doe ik toch. Best, maar... ja, ook al was je geen boxer. Uh, nou, ik dacht dus ook dat ik dominanter zou zijn dan, uh, dan uit de test blijkt. Ik ben 88% vanilla. Ik ben 69% non-monogamist. Oh, ja. Uh, wat, ja, ik vroeg me dus af, ja, nu lijkt een of andere vreemd maar wat, wat houdt het precies in? Dat betekent dat je ervoor openstaat om uh, seks te hebben in groepen, dus een trio, maar of dat je mensen bij je relatie zou betrekken. Dus oh, Non-monogamie betekent eigenlijk echt een huwelijk met meerdere, maar dat wordt tegenwoordig gewoon gebruikt voor seksuele termen. Ja, ja maar het een trio, vind ik lekker een makkelijk. Maar er zaten gewoon vragen tussen van ja, zou je ervoor openstaan om, uh, om met een andere uh, vrouw seks te hebben? Ja, ik, uh, ik vind dat best uh, leuk. En je bedoelt of... een ander naast als je dan een relatie zou hebben? Ja, volgens mij gaat het daarover, toch? Ja, nee, maar een, dat uh, ja. weet je. Heel veel mensen die willen dat helemaal niet. Oh, die zijn super monogaam. <laughs> Ja, zoals ja, ik. Dan is het. Ja. Je naast je. Ja, uh, nou, dus dat, uh, daar ben ik het op zich wel mee eens. Maar ja. Ja. is dat, dat, dat ook um, dat je het geil vindt om naar andere mensen te kijken die seks hebben? Valt dat er ook onder? Dat zou kunnen. Nee, dan ben je, ja, kan, maar dan ben je volgens mij een voyeur. Ah, zo. Oh. Weet je wel? Die staat er ook bij. Oh ja, ik zie het. Ja, een voyeur wordt echt uh, opgewonden oh, ja, ja. van kijken naar mensen die seks hebben, terwijl je niet daaraan meedoet. Ja, een trio uh, uh, is een van mijn fantasieën wel. Ja. ja, heb je dat nog nooit gedaan? Nou, let's go! <laughs> Slijt uh, in Ralphs' DM. Het over hebben. Ja. Uh, en, en wat staat op nummer drie dan? Nummer drie staat, <laughs> staat Rope Bunny voor ah. 55 procent. Nou ja, eigenlijk heb ik daar niet heel veel... Ja, ik heb daar wel iets over te zeggen. Dacht ik, ik al. Volgens mij gaat het over... Dus ze stelden daar vragen van... Uh, het ging over een blinddoek en, hm. uh, en handboeien of iets. Uh, nou, ik vind dat best geil eigenlijk, ja. En zou jij dan de blinddoek om willen of bij de ander om willen doen? Bij mezelf. Bij jezelf. Ja, dat je zelf niks ziet. Oh ja, dus dan in die zin ben je dan eerder onderdanig dan dat je de dominante rol hebt. Ja, maar over het algemeen ben ik verder denk ik wel dominant. Ah ja, maar zo zie je dat het ook niet alles hoeft ik kan, te ik zeggen. Ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou we gaan hier straks nog verder op in. Maar uh, Diva, ik ben heel erg benieuwd naar jouw resultaten. Oké. Okay. Ik ben 92% vanilla, gyal. Oh ja, toch wel heel erg. Vanilla people enjoy regular, standard sex and relationship models. Maar Dat is echt zo, want ik kan alleen maar seks hebben als ik of gevoel heb voor je, of fucking dronken ben. <laughs> oh no. en anders ga ik gewoon op slot, letterlijk. Ja. Je bedoelt als je echt iemand leuk vindt, dan pas? Ja, en uh, de 63% submissive. Ah, oké. Okay. Ik ben, ik ben heel erg fan van brets, die poppen. Ja? Oh. En ik ben 32% bret. Willen jullie nee. weten wat dit inhoudt? Ja, ik weet het helemaal niet. Yeah. Bretts are naughty submissives. Oh, naughty. Maar wat... Uh, Brett is een soort persoonlijkheid. Bre het, het is ik een soort het uh, manier van, van je gedragen... Bre Weet je wat bratty zijn? Een beetje, mm, het is een beetje yeah. sassy. Je mag wel dominant over ze zijn, maar je krijgt wel een weerwoord. Ja. Gebruiken jullie dit ook in bed? Herken je dit van hoe jij in bed bent, Diva? Um, ik ben zo'n bread. <laughs> ja? Nee, het staat bread typically pair up with bread tamers. Wacht, hoe ziet dat er dan uit? Als jij dan seks hebt, hoe? Dus zeg maar, je bent niet heel, je bent wel submissive dan. Laten ja? we niet inbeelden hoe. wel. Ik ben het echt helemaal <laughs> aan het inbeelden. Bent... voor mij, Dus jij <laughs> ja. zit hier voor me en. <laughs> Zeg je dan wat jou een bread maakt? Nee. Ja, ik, ik snap dit toch niet? Zeg ze zo, is dit het? Oh! oh. Ik, ik dacht dat je dit kon. Oh, wow. Dit is heel leuk. Wow. Dan ga je een beetje harder werken. Wat goed. Hier hoef je, niet, op, je hoeft niet bij mij aan te komen hoor. Als nee? je dit op gaat zeggen, nee, daar is de deur. Oh. Echt? Ja, maar dat is juist leuk. Als je zegt, daar is de deur. zeg, oké. Oké, okay, hoe, hoe ga ik naar de deur dan? <laughs> Ralph. Herken yeah. jij je resultaten in je seksleven? Dus dat je, dat je ook veel doet met touw of blinddoeken? Nee, ik heb dat dus eigenlijk nog nooit gedaan. Nooit? Oh, oh trouwens, ik heb wel een keer dat je dan iets over je ogen heen doet. Ja, dat katermasker. <laughs> <laughs> heb je nog nooit even je badjas als gepakt en daarmee iemands handen vastgebonden? Gedoe, man. Ja, nee. Hoezo gedoe? Nou ja, dan dat ben is ik... zo gedaan. Ja. Maar zou je dat wel willen doen? Eigenlijk niet. Ja, dat hoeft niet. Eigenlijk uh, um, boeit het... Nee, eigenlijk vind, uh, het gewoon... boeit <laughs> <niet>? <laughs> eigenlijk vind ik het gewoon... Het boeit niet. Eigenlijk vind ik het gewoon het fijnst om zelf controle te houden. Ik nee, ik niet... heb wel gewoon echt heel veel uitgeprobeerd. Want ik ben gewoon altijd zo benieuwd naar... Ja, ik wil gewoon alles een keer geprobeerd hebben. Of met, uh, of met eten dus. Met eten? ja. Ging je, ging je even een stampotje halen of zo? Al <laughs> duidelijk, uit je stampot. navel, die duur. <laughs> nou, ik dacht wel van, ja, wat doen mensen? Volgens mij chocola, slagroom. Dus ik had me echt mijn hele buik ondergespoten, mijn hele lichaam. En toen ging zo, <laughs> mijn vriendje destijds, die ging dat zo oplikken. En die zat echt zo na drie likken van, ik zit vol. <laughs> en toen dacht ik, het ah, kut zo. Toen zat ik nog helemaal onder. Nooit over nagedacht, ik moet gewoon een klein beetje doen. Tip van de zaak. Wat zijn jouw uh, uitzichten? Nou, dat wilde ik net zeggen, want ik heb wel een beetje een kink. Ik denk dat jij wel iets, uh, iets, iets lijps hebt. Raf nou, zit even in die lijst te kijken. Ja, ik zit even in die lijst te kijken. Wat ben ik, wat ben ik? <laughs> ik denk toch wel, uh, misschien, wel gewoon, ja, gewoon, misschien wel gewoon dominant. Dus gewoon het domineren, mensen uh, vastbinden, uh, bespelen, uh, dat soort dingen. Mm -hmm. Ja, dus ik ben inderdaad uh, 89% dominant. Wow, Whoa. is dat nummer één? Ja, dat is nummer God, één. Hey, maar sexy. hoe is dit? Ja. Maar ik moet zeggen it. dat ik het niet per se heel erg herken uit de slaapkamer. Dus oh, dat klinkt misschien nee. een beetje leem. Maar um, ik denk sowieso uh, wordt vaak gezegd dat als je in het dagelijks leven een beetje onderdanig bent. Of niet heel erg dominant. Dat je juist in de slaapkamer dominant bent. Maar dit zijn gewoon dingen waar ik wel geïnteresseerd in ben. Maar ik heb voornamelijk... Vanilla-sex. Maar uh, ik heb naast dominant... eronder zijn twee dingen die ook heel, ook heel hoog zijn... en dat zijn wel echt kings van mij. He? Dus die moeten jullie nog even raden. Nog die even moet je nog raden? Yeah. Rope bunny. soort van. Oké. Okay. Uh... Of de rigger, weet je wel? Ja. Yeah. Dat is hem. Ja, yeah. nou oké, okay, ik ga yeah. hem uitleggen. Op nummer 22, met 74% procent, staat bij mij rigger. En dat betekent dat je houdt van met touwen en bondage. Moet ik zeggen, ik heb daar wel mee geëxperimenteerd... maar ik ga er niet per se heel erg op aan... Uh -huh. Maar er zit een aspect in en dat is nummer drie van mij. Met 73% ben ik een degrader. Wow. Ja. Uh, en dat betekent, nou, degraden is iemand omlaag halen. Um, maar hierdoor kwam ik er al achter dat zo'n categorie niet heel veel zegt. Omdat iedereen daar zijn eigen invulling bij heeft. Ja. Bij mij betekent het heel erg dat ik het heel opwindend vind als er schaamte is. Wow. Ja. Dus dat bij is, jou of bij de ander? Bij de ander. Dus daar komt dan denk ik dat dominante. Ja. En dat is dus. Ik denk ook waarom ik bijvoorbeeld een slappe piemel heel aantrekkelijk vind. Daar heb ik laatst een soort van een link aan gelegd, omdat mannen zich daar vaak voor schamen. En op de een of andere manier vind ik dan die onderdanigheid, want dat is het eigenlijk als je een beetje schaamt, vind ik heel aantrekkelijk. Maar ik hou er niet van om mensen uit te schelden of te zeggen van je bent een poesie. Het heeft misschien wel iets kwetsbaars. Ja. Toch een soort, uh, als een man dan kwetsbaar is, dat je dat dan aantrekkelijk vindt. Dat is het denk ik wel echt. Want dat vind je ook echt. Wat jij zegt, dat is het denk ik echt, omdat ik gewoon heel erg dominant ben. Maar bij mij is dat meer omdat ik gewoon heel erg niet tegen dominante mannen kan. Of, ja. zo. of ik word er, ik weet niet waarom. Hele masculine mannen. Die... Ja, daar ja. val ik ook niet zo erg op. Dus uh, dan hou ik ervan als ze juist een beetje zo ja, wat onderdaniger zijn. Oké, okay, ik heb een voorbeeld. Hebben jullie Black Mirror gezien? Ja. <laughs> heb je de eerste aflevering gezien? Er gaat het over dat de prime... Minister van Engeland, die moet om iemand te redden op live televisie, moet hij een varken. Ja. Neuken. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> nou, supergoor. Iedereen is helemaal disgusted. Ik vond dat stiekem, dus opwindend. Wow. En ik heb die aflevering dus ook echt drie keer gezien, maar niet omdat hij een vark aan het neuken is. Dat vond ik echt niet geil. Maar dat hele voorstuk van dat hij zich schaamt en denkt: oh my god, ik moet dit straks op tv doen. Die schaamte, ja. dat vind ik dus geil. Ja, ja. Wat vet. Maar dit vind ik dus eigenlijk precies wat we aan het begin benoemden van. Je hebt dus een, een soort van kleine potentie. Een klein aspect van ik vind uh, mannen die kwetsbaar zijn, vind ik aantrekkelijk. Of ja. uh, daar, daar val ik op. Ja. En als je dat dus gaat uitvergroten. Als je dat dus onder de loep gaat leggen. Dan kom je aan bij het aspect van oh ik vind degraden, vind ik dus uh, geld. Dat, dat vind ik dus een vet. Dus je, je vergroot eigenlijk een soort kleine, uh, een voorkeur naar een vet is. Nog één voorbeeld, ik kan dan wel fantaseren over dat iemand misschien naar de wc gaat of zo en die, dat die zich daar gaat aftrekken. en dat dan hij niet door heeft dat ik naast iemand sta en dat diegene zegt oh my god ik kan hem gewoon zien wat de fuck oh wat doet hij nou <laughs> maar, ja en en dus die guy achteraf zou die zich daar dan helemaal voor schamen ja. of zo precies dit Het lijkt me zo fijn om zoiets te hebben ja, maar je verbreedt je horizon hoe uitziet dat dan in je persoonlijke seksleven ja dat is dus een goede vraag want meestal niet uh, of in mijn hoofd. Ja, ah. Ik merk dat als het dan moeilijk lukt, dat ik dan daaraan ga denken en ja. dan lukt het wel. Stel, ik ben nog niet klaargekomen en een jongen wel, dat hij dan een soort van zijn slappe pimmel laat zien. En dan lukt het me ook. Ah. Maar ik zou er wel weer mee willen experimenteren. Ik weet nog niet hoe. Mocht iemand zich hierin herkennen, laat het vooral weten. Ja, ja. <laughs> ik ben daar echt benieuwd naar of wat jullie uh, kink of fetish is. We gaan door naar stelling 3. Als mijn bedpartner een fetish heeft, doe ik daar sowieso aan mee. Stel, als je met iemand in een relatie en hij zegt... ik vind dit geil, zou je dit met mij willen delen? Dan zou ik me eigenlijk wel vereerd voelen van... wow, je durft je kwetsbaar op te stellen tegenover mij. Tot waar zou je gaan, denk je? Stel, die persoon heeft een voetfetish. Zou je daar aan meedoen? Dus stel, die persoon weet al heel veel. Ja, dan zou ik er misschien wel voor openstaan. Maar wel nog mijn eigen grenzen in kunnen stellen. Mooi, dus je zou het wel gewoon gaan onderzoeken? Ja, als je van iemand houdt. Heel erg gezegd, misschien ook een beetje vanuit de angst dat hij het anders bij iemand anders gaat zoeken. Hmm. Ja, want het is een moeilijke situatie. Hè? Want ja. een vet is dus dat je uh, niet zonder kan. Ja, heel ja. goed. Daar zit het hem ook in. Dat is de catch. Dus als jij het niet doet, ja, dan zit iemand gewoon constant ja. met, met seksuele verlangens waaraan je niet kan uh, beantwoorden. En het hangt natuurlijk heel erg af van welke vet is. Kijk, ik snap uh, submissief dat je daar. Best wel in door kan gaan, maar wat nou als het uh, een, uh, een van de trapval valt? Uh, is is ja, moet je, je, van die, nou oh, moet je de hele van die trap afvallen, ja, gebroken nek? Nee, alles ja. of ja. weet ik veel, Steve? Voor het gaat over uh, jouw partner heeft een, uh, een plas vet en die wil graag dat je human toilet heet. Dat trouwens, oh ja, dat je uh, over iemand heen plast en diegene. Maar wacht, word ik ondergeplast of plas ik die ja, ander? Ja, plast onder bijvoorbeeld, ik plas onder. Zou je, dat, zou je dat dan doen voor je partner? Ik zou dat wel proberen. Nou, het eerste wat ik denk is, dan wordt je hele bed toch vies? <laughs> nee, maar je moet dit ook niet op je bed gaan doen. Ik zou het niet doen. in het bed doen. Waar o. doen mensen dat dan? Nou, of ze hebben zo'n plastic bed cover, denk ik. In de douche? Of in de douche. Soms ga je, ga je in de liefde over je eigen grenzen heen, zodat je ze zo ook een beetje kan bijstellen naar... Een ander. Het is wel van, je weet niet waar je grens ligt, totdat je er misschien een keer overheen bent gegaan. Ah, oh, dat is heel flauw wat ik nu ga zeggen, maar ik zou misschien mijn partner minder aantrekkelijk kunnen vinden op het moment dat ik over diegene heen moet plassen. Dat, dat is misschien een beeld dat ik helemaal niet wil zien van diegene. Als jij daarop afknapt, dan kan je daar in principe ook niks aan doen. Nee. Ik denk dat het belangrijkste is als je gewoon uh, respectvol omgaat met iemand. Nee, oprecht. Nou, ik heb, ik heb met best wel veel mensen hier bij Judas Date over gesproken met ja. verschillende vetjes. En het, en het is voor veel mensen echt wel moeilijk. Want het is hm. iets dat ze heel erg belangrijk vinden, maar echt niet met iedereen kunnen delen. Ja. En waar veel mensen ook niet in meegaan. En ja, dat, daarvoor kom je voor hele moeilijke keuzes te staan. Voor, zo, voor zowel de partner als voor jou. En vaak blijkt dat, ja, een vet is: kan je niet zomaar opgeven. Dat is gewoon een verlangen dat je hebt. En. en uh, seks verder, vanilla sex is gewoon verder niet zo bijzonder voor die mensen. Uh, dus dat is, dat is uh, echt een heel moeilijk uh, dilemma. Ja. Comment van de week. Oké, okay, we gaan door naar de comment van de week. Dus elke week bespreken we een comment die uh, onder iets van ons staat. En eigenlijk uh, wil ik jullie even laten raden waar dit onder stond. De comment is als volgt: De exorcist is er niets meer bij na het zien van deze aflevering. Geweldig, tranen van het lachen. Waar zou dit staan? The Exorcist? Ja. Dat is toch een sadist? Nee, dat is een, uh, een film. Een horrorfilm waarbij iemand helemaal gek wordt. Oh! Is het... Uh, uh, word ik er geil van? Ja. Is het de Keto is? Ja! Wow. <laughs> ik zag een lampje gaan branden. Dering, dat was de meest afschuwelijke shit die ik ooit, echt ooit in mijn leven <laughs> oh. heb gedaan. Waarom? Ik nou, heb het niet gezien. Je moet vertel. het voorstellen. Je, je wordt aan elke... Aan elk ledemaat word je vastgebonden, tot aan je tenen. Je zit, ligt helemaal vast. Dan heb je Jurre, die de touwtjes in handen heeft. Oh nee! En Jurre is denk ik de allerslechtste dominator die er bestaat. Want hij gaat gewoon over al je grenzen heen, standaard. Gewoon over elk, over elk codewoord, over elke kleur gaat hij heen. Nou, je weet hoe het is om gekieteld te worden. Waarmee maar... werd je gekieteld? Met zijn vingers gewoon, met echt... Hel. Het waren Ach. een soort moordwapen. Ik heb er hier een filmpje van. Dus voor, voor de, <laughs> de luisteraar, we hebben dus die serie Wordt ik er Gel van. En er kwam een gast. Hij heeft een kitelfetis. Uh, we noemden hem daar Kitelkriebeltje uit België. Ah. Echt legendarische gast. En hij had ook echt allemaal werktuigen meegenomen. Je zit dus echt in een soort van galg en zo'n voetklem. Dit was echt het allerleukste om naar te kijken, want ik stond hiernaast. Jullie zijn allemaal sadisten en passive bystanders. Jullie hebben mij allemaal geharassed voor echt Dat zei je het wel verdiend hebben. Dat was een soort groepsverkrachting. Ik heb echt gehuild van het lachen. Ik moest zo erg mijn lach inhouden. Wil jij meer fetishes zien? Check dan de serie Word Ik geil Van op ons YouTube kanaal. We gaan door naar de wegen en wikken. Het spuit- en slikken dilemma. Wegen en wikken. Uh, het dilemma van deze week is: Liever op het hoofdpodium van Lowlands een naakt, volledig naakt Een experimentele dans doen. Ja, eens even voorzien. Of dat al je WhatsApp-gesprekken ooit. Die moet je op Instagram zetten. Ik ga naakt op het hoofdpodium. Ik gun mensen dat. Nee, ja, ik ga naakt. Ja. Nee, jullie gunnen mensen niet je WhatsApp gesprekken dus. Ja, ik ga echt wel naakt. Ja. Oh, mijn WhatsApp gesprekken zijn zo triest. Ja, wat, wat gaan we dan... Waarom doe je me pijn? <laughs> Dit kan je ook verwerken in je experimentele dans. Hè? Maar even, het staat vol, hè? Hoofdpodium. Ja, Maar weet je hoeveel hele obscure stickers ik heb uh, op mijn telefoon? Oh. echt e, gekke giftjes. Ja, dat je, is waar. Je echt niet, daar word ik echt voor gearresteerd. Je zou wel echt <laughs> ja, dus ja, meteen gecanceld kan je, worden kan je maken. En jij? Uh, ik kom meedoen ook wel met de dans. Dit was hem. Dit yeah. was hem voor deze week. Leuk. Vergeet ons niet te volgen. Je kan ook vijf sterren geven op Spotify. Of... Nee, fuck dat trouwens, boeien. Maar geef wel gewoon een leuke comment. En we zijn er elke week. En deel je fetish. Deel je fetisch. Ja. ja. Hé, hey, maar zouden jullie, denk je, je kleine teen aan een ketting om je nek dragen voor 5000 euro? Ja. Voor de rest van je leven? We hem af. In één niet? keer 5000 euro? Ja. Nou, Bleed. dat is niks. Nee, elke dag 5000 euro ja.